Morgen. Spannende wedstrijd. Ja. Tsitsipas. Ja. Hij heeft vandaag een hele zware wedstrijd gespeeld. Ja, een bizarre laatste twee punten, moet ik zeggen. Dat was wel spectaculair. Ja. Was wel heel gaaf. Dus ja, hij heeft nooit goed gespeeld hier. Dus zijn beste resultaat van Tsitsipas, kwartfinale. En ja, dus erg blij om voor hem, maar uiteraard ook voor het toernooi. Want we hebben gisteren natuurlijk een iets mindere dag gehad. Wil je een voorspelling doen? Durf je het nog? Ja, ik denk dat het zomaar 3 close setjes kunnen worden. Dus echt iets van 7-5, 7-6, 7-5 of zo. En ik denk dat Tsitsipas nu iets doorbroken heeft voor zichzelf. Door hier nu de kwart te halen. En dat Tsitsipas weer eigenlijk eenzelfde soort partij gaat winnen als vandaag. Dat hij op het nippertje gaat winnen. Dat is de voorspelling. Hij sfeert goed. Goede slagen. Wat eigenlijk alle Franse spelers hebben altijd hele mooie goede slagen. Ja, komt uit de kwalificatie. Dus die heeft wel redelijk, is redelijk goed ingespeeld. Hè. Heeft nu ondertussen alweer 4 wedstrijden gewonnen. Ja, dus ik ben benieuwd. Ja, hij zit ook nog in de dubbel. Dus vanuit planning... ja, moet hij toch een van die 2 wedstrijden verliezen? Hij staat alleen wel tegen een onvervalst kanon. Echt ja, tegen Rublev. Ja, tegen Rublev. Is nog niet helemaal eruit gekomen. Ik moet zeggen, toen ik de eerste set in de dubbel zag, dacht ik van zijn eerste wedstrijd. Ja, dacht eerste ik van de dubbel. Jezus, die gaat iedereen helemaal van de baan afblazen. Nou, hij had gisteren in de eerste set. Nou, ik weet niet of geluk het goede woord is, maar Murray deed niet onder voor hem. Nee. En sterker nog, die verknalde het een klein beetje eigenlijk in de eerste set. Ja. En ja, dat is natuurlijk de kwaliteit ook van Murray. Maar ik dacht dat hij iets meer zou domineren. Maar misschien dat hij nu loskomt. Hij ging in de tweede set wel rammen. Ja, inderdaad. Ja, dan, dus daarom. Misschien heeft hij daar in die set wat doorbroken voor zichzelf. Denk het wel.